Dierbare leerkrachten, ik hou ongelooflijk van dat woord, leerkracht, dierbare directeurs, maar ook leerlingen, mochten jullie dit zien. Mijn naam is Nick Baltazar en ik wil jullie ongelooflijk bedanken dat jullie mee gaan doen op 26 oktober aan Sing at School. Ik wil jullie nu eigenlijk ook al zeggen dat het redelijk ongelooflijk is aan het worden. We zitten al over de 550 scholen die zich hebben geregistreerd. Dat had echt wel niemand verwacht, want het wil zeggen nu al meer dan 200.000 leerlingen die nog eens bijkomen bij de 80.000 mensen die al meezongen op Sing for the Climate. Dat heeft u waarschijnlijk ook gedaan en daarvoor ook bedankt. Ja, het is echt wel een gigantische, uit de hand gelopen zingende betoging, omdat politici vandaag ook toch nog eens moeten wakker gemaakt worden voor het gigantische gevaar dat ons bedreigt. Het is wat dat betreft al niet meer 5 voor 12, maar 25 na 12, maar toch nooit te laat om te handelen. Klimaatwetenschappers zeggen het, we moeten meer dan 90% naar beneden in broeikasgassen tegen 2050. Dat doe je natuurlijk niet enkel met wat spaarlampen in te draaien of iets minder verwarming, iets minder met de auto. Daar moeten grote mondiale politieke maatregelen voorgenomen worden en dat is allemaal wel mogelijk en het is bovendien hoogst dringend. Dankzij dus ook deze actie, dankzij jullie engagement, ik wil jullie er ongelooflijk voor danken. Een derde bijkomende kwaliteit, denk ik, is dat we weer samen zullen leren zingen en weten dat we samen dingen kunnen doen en samen dingen kunnen organiseren. Ik denk dat het fenomenaal zal worden op 26 oktober als we met 250.000 leerlingen en leerkrachten samen zullen gaan zingen. Dat is allemaal dankzij jullie engagement en dankzij jullie geloof in deze zaak. Wij gaan proberen, we weten amper hoe, om al het beeldmateriaal wat jullie ook gaan opsturen, omdat jullie er vaak allemaal filmpjes van zullen maken, om dat ook op te nemen in de grote Sing for the Climate clip die dan wereldwijd zal verspreid worden. Het klinkt allemaal te ambitieus en te grootsprakig, maar wie had nu gedacht dat we al aan bijna 300.000 zangers voor het klimaat zouden zitten? Allemaal dankzij jullie, allemaal dankzij ook Sing at School. Ongelooflijk veel plezier daarmee en let's do it now.